beetje achterover, meiden. Wie wil er in de koffer? Ja. Ja, dames en heren, daar zijn we weer met een nieuwe aflevering van het leukste van Van Duyn. Van Duyn op zijn best. En we gaan er weer bij een bekende Nederlander langs om te vragen wat zijn favoriete scène is. U hebt zelf ook weer ingestuurd natuurlijk. Maar we gaan eerst even hier naar binnen. Gaat u mee? Hij moet hier ergens zijn, klein. Ik geloof dat ik hem al hoor. Dit is... And you never walk. Hallo! Dit is geweldig. Het geluid, je herkent het meteen. Is een uit Stem uit Duizend natuurlijk. Hè. Stem uit Duizend. Ah, meneer Towers. Geweldig dat we u... geweldig dat we u even mogen ontmoeten. Hey, wat leuk, man. Ja. U hebt de smoking aan. Ja, ik loop altijd in mijn smoking thuis. Echt wel, hè? Ja, vind ik... Kijk, dan ben ik altijd gekleed, weet je wel. Ja, en ze herkennen u ook. En ze herkennen me. Dan normaal weet ik gesproken herkennen. Ik hoorde u ziek, ik denk, hij moet... Ja. Ik heb even een aardigheidje voor u meegenomen. Okay. En in plaats van een bloemetje, heb ik een wok. Blij? You never walk. Dat is het. You never walk. Niet te geloven. Ik denk, ik pas me helemaal aan uw ding, hè. Kunnen we even meelopen? Want, mevrouw, ja, kom binnen. Ja, heel fijn, want geweldig dat u ons weer even wil ontvangen. Mijn vrouw loopt niet. Lee Towers, geweldig natuurlijk, hè. Kunnen wij even hier zitten? Ja, heel graag. Want dat is natuurlijk heel bijzonder, want ja, je hoort tenminste dat mensen er echt ook openbaar voor uitkomen. Dat ze een fan van die André van Duyn is. Daar ga je niet mee te koop lopen uiteindelijk natuurlijk, hè. Maar u bent echt een... Ja, ik ben heel goed bevriend, ook met hem. Ja, ja. En hoe hij is... Hij is ontzettend aardig. Oh? Hij is... maar voor de rest is hij... privé is hij... Ja, de leuning hebben we verkocht. Het is niet... Hebben we een goede prijs voor kunnen maken. Ja, u verwacht niet veel visite in ieder geval. Zeg maar, u bent natuurlijk zelf van de zang natuurlijk... met de bekend van de Never Walk Alone. Daar kwamen wij voor. Wat wij ook weer in de... De beroemde, de gouden microfoon, ja. Is die ook hier in het huis? Nou, nee. Ja, ik heb er wel een, maar dan moet je even met me meelopen naar mijn... Maar dat is natuurlijk ook heel bijzonder. Bijzonder om te zien. De gouden microfoon, heel bekend natuurlijk ook. De gouden microfoon van Litouwen met de dingen. Ja. Ik trouwens beter geloof ik, want u... Welke arm is ook alweer met die beweging altijd? Hou vast, hè. Dat hij niet uitschiet. Dus die, dat bedoel ik. Dus dan kan ik beter dadelijk aan die kant gaan zitten. Voor de zekerheid natuurlijk. Kunnen we hem even zien? De gouden microfoon. Zo, dat zou kunnen. Ja, als het niet, vind je het niet vervelend? Nee. De gouden microfoon van die kant. Dat kun je allemaal zien natuurlijk. Dat is algemeen bekend. Is een, hetzelfde als de Wereldcup, zal ik maar zeggen. Maar dan anders. Waar is het? Kijk, meneer Wijnsbeen. Wat voor door. Oh, je hebt al heel wat gouden platen ook, zie ik, hè? Ja. Ze zijn echt goud, ook echt goud. Weet je wat het leukste is van die gouden platen? Dat zijn de tekeningen van mijn kleinkinderen. Die... Oh, die ertussen hangen. Ja, natuurlijk. Om er nog wat van te maken, natuurlijk. Hè? Zangeres zonder naam aangeboden. En dat maakt het... Ja. Dat geeft het een beetje... Natuurlijk, hè? Die haalt beetje warmte mee. Kijk, we hadden het over die gouden microfoon. Nee. Die ligt daar. Maar die je daar ziet, dat is ooit mijn eerste microfoontje... wat ik van mijn zak zijn gekocht. Och jee, waar is het misgegaan? En die daar, want ik zie daar nog een... Is dat ook nog een gouden microfoon? Die heb ik gekregen van Elvis Presley. Elvis Presley? Ja, dat is de zogenaamde Graceland Award. De Graceland Award? Oh! Daar heeft hij zijn... Waar die woont. Was u de duizendste bezoeker of zo? Dan geven ze wel eens een aardigheidje. Volgens mij wel meer dan 1000 gehad, hoor. Oh. Ja, maar goed, we gaan even voor die André van Duyn... voor de mensen thuis die zitten te wachten op die scène. We gaan nu thuis eerst even kijken naar een aantal leuke scènes van die André. Daar komen we zo bij u terug voor meneer Lee Towers' grote wens. We hebben weer postzakken vol weer gekregen, hebben we ingezonden. Iedereen wil wel wat zien natuurlijk. Dus er zit voor iedereen wel wat bij. Hopelijk voor u ook natuurlijk. Ja, ja, ja. Gaan we even kijken naar de... aflevering van vandaag. Goedenavond, dames en heren. Mag ik me van u voorstellen? Mijn naam is André. Hallo. We zijn hier vanavond weer met het hele orkest. Nou, niet met het hele orkest, maar wel met het lekkerste gedeelte. De meisjes. Ja, ja.
Die vierde. Dat is mooi, hè? Ze noemen ons ook wel eens het uitstreekje. We hebben zoveel succes in de hele wereld. We komen overal met het orkest. We zijn net terug uit Ierland. Een enorm succes gehad in Ierland. Dat was geweldig. Zo'n succes. We zijn de afloop even gaan vieren. Zijn we even in zo'n echte Ierse pub geweest, weet u wel? Zo'n echte Ierse pub. Schitterende zaak. Weet je, rare naam. Hoe heette die pub ook alweer? Oh ja, De Benen van Marlene. De Benen van Marlene. En ze waren open, dus wij naar binnen. En in die pub, dat was zo leuk, er hingen rondom allemaal van die jachttrofeeën, weet je wel. Van die hertenkoppen en van die zwenenkoppen hingen overal aan de muur. En boven de bar hing een enorme grote zwenenkop, zeg. Ik had nog nooit zo'n grote zwenenkop gezien boven de bar. Dus ik loop even naar de barkeeper toe. Ik zeg, tjonge, wat een grote zwenenkop is dat. En toen vertelde hij mij het tragische verhaal dat zijn broer was gedood door dat zween. Ik zeg, tijdens de jacht, hij zat hier aan de bar en toen viel het op zijn hoofd. Schrikkelijk verhaal. Gewoon vergeten, want we zijn hier voor een vrolijke avond. We gaan gezellig, we gaan er een Weense harmonica van maken hier. Dus we gaan inhaken. Pakt u elkaar vast maar vast. We maken één grote harmonica. Pak elkaar maar vast even. Goed zo, mevrouw. Doet gebit maar een tasje. Heel goed, kan er niks gebeuren. En dan gaan we heen en weer op die schitterende muziek van Johann Sebastian Strauss. Zijn we er allemaal klaar voor? Boven ook. Oké, meiden, daar gaan we. 1, 2, 3, 4. Ja! Daar gaan we heen en weer. Ja, la, la, la. Dat is het. Ja, oeh, wat gezellig. Dat ziet er goed uit. Ja hoor, heel leuk. We gaan te snel, rustig, rustig. Rustig nou, rustig nou. Ho, nou, ho. Ho, nou, ho. Ik zeg het nog, we gaan veel te hard. Ik zeg het nog. Godverdorie. Meneer, wat moet die fiets in mijn spreekkamer? Dit is Truus. Dit is Truus. Is dit uw verloofde? Ja. Oh. Goedemorgen, Truus. Wat is dat? Goedemorgen, dokter Spruitje. Nou, dat is erg vriendelijk. Ja. Nou, zoiets heb ik in mijn praktijk nog niet eerder meegemaakt. Wilt u maar weer eens even rustig gaan zitten? Nou, Truus zelf blijft liever staan, als u niet hebt. Oh, dat maakt mij niet uit. Oh. Truus, ik moet even over je heen, hoor. Ja, lekker, hè? Nou, vertelt u maar eens. En u? Ik zeg, vertelt u maar eens. Ja. Nou, we hebben ons dus verloofd, Truus en ik. Een hele leuke verloving hebben we gehad. Heel leuk. Hebben we een hele fietsenstalling hebben we afgehuurd. Allemaal kennissen geweest van Truus, allemaal carries en bakfietsen. Heel gezellig geweest. En er was ook nog ome Karel. Wie is ome Karel? Dus een oude tandem, die was ook op. En die had een hele leuke mop. Hoe was die mop? Ja, ik heb geen tijd voor moppen vertellen mop, nu. Leuke mop. Truus, hoe was die mop ook alweer, die ome Karel? Ja. Die bedoelde ik niet. Hoe vind je hem? Ja, wat hè? Ik begrijp het niet helemaal. Ik zal even vragen. Truus moet even naar het toilet. Ja, nou wordt het een beetje al te dol. Brengt u maar even naar de zuster. Zuster Ruig, wilt u even aanpakken? Is dat ook voor damesfietsen? Dat blijft gelijk. Dat blijft brengt gelijk. U maar even daar. Ja. Misschien na twee even daar zo even die kant. En komt u zelf weer terug? Ja. Ja. Zo.
Nou, dat was op kantje, het was hazenklapband. Het zit even met een lipje en een touwtje. Moet je wat is er nou? En ze kan de kettingkast niet open krijgen. De zuster zorgt er allemaal wel voor. Als u zich nou even concentreert, hè. U bent zo onrustig. Onrustig? Ja, we zullen eens even een paar aantekeningen maken. Ja. Uw naam is meneer Goorloper, hè? Ja, Goorloper. Met lange loper. Met een lange loper. Gooi uit, die loper. Lange loper. Oh, u bedoelt met dubbel O. Dubbel O, ja. Lange loper. Meneer Goorloper. En waar bent u geboren? Op de kermis. Oh, hebben uw ouders een carousel of zo? Nee, in een botsautootje. Bent u geboren in een botsauto? Ja, dan komt zo mijn vader en moeder die botsten iets te hard met hun botsautootje tegen een ander botsautootje. En hup, daar was ik. Nou, dat zal maar een paniek geweest zijn, hè? Ja, want je mocht niet met z'n drieën in één botsauto. Nou ja. Het zal in elk geval een muzikale aangelegenheid zijn geweest. Een kermis met muziek en vrolijkheid. Ja. U bent misschien ook wel muzikaal. Ja, inderdaad. Mondharmonica. Speel ik. Zegt u? Mondharmonica. Daar ben ik erg. Speelt u mondharmonica? Ja, dat hoort het toch? Mondharmonica. Nou bent u even in de war, want dat gaat zo. Is er misschien een dokter in de zaal? En dat is een harmonica. Nee, zo. Nou gaat u de verkeerde kant op. Het is deze kant. Mondharmonica. Nee, het gaat zo. Nee, deze kant trekt. Mondharmonica. We doen het even met z'n tweeën. 1, 2, 3. Mondharmonica. Wat een onzin. Waanzin. Monica. Waarom doet u dat nou? Ik houd het nog niet helemaal dicht. Als u nou eens even rustig bent. Hè? Hij viel weer open, Nika. Meneer Goorloper, ja. Ik zeg net al, u bent zo onrustig. Slaapt u wel goed? Nee. Nee? Nee, ik slaap slecht. U slaapt slecht? Ik slaap heel slecht. En hebt u enig idee hoe dat komt? Ja, ik heb enorm last van muggen. Ik heb enorm last nu van nu in de winter nog muggen? De hele nacht gaan ze door mijn slaapkamer te keer. Muggen. De hele nacht door. Waarom muggen? Dan vliegen ze achteruit. Nou ja, daar is maar één remedie. U neemt een radiogids. Wat zegt u nou? Ik zeg u neemt een krant of een radiogids. Radiogids. En bam, weg mug. Ja, maar met mijn radiogids sla ik altijd mis. Hoe kan dat nou? Ik heb trustkompas. Dan moet u eens ophouden met die grappen. Met... Grote goedheid. Wat gaat er? U valt ineens als ze... Wat is er gebeurd? Kom. Wat gaat er? Mondharmonica. Waarom doet u dat nou? Ik kijk even of hij het nog doet. Veel te nerveus, ik krijg zin van het klappen. Nou ja, zeg, dit wordt toch een top. Mondharmonica. Wat u zegt, zit. Mondharmonica. Zit. Ik weet niet wat er met u is, hoor. Nou, vertelt u mij 1, 2, 3, wat is er met Truus? Ja, Truus, dat is heel aangenadig. Truus, die had de laatste tijd heeft ze zo'n dikke voorband. Die heeft zo'n dikke voorband. Die fiets, die staat te bellen. Nou, dat kan ik word er hier gek van, zoiets hebben we... Wat is er nou? Ik ben er even... Dokter, het is gebeurd! Wat is er nou gebeurd? Goedemiddag. Ik ben de paashaas. Wie? Ik.
Nou, als u een paashuis bent, dan ben ik Sinterklaas. Goedemorgen, Sinterklaas. Ach, alleen maar natuurlijk ben ik niet Sinterklaas. Wat moet je? Oeh. Ik ben de paashaas en ik wil graag een fles jenever. Een fles jenever? Wat voor jenever? Oh, gewoon jenever. Ja, jonge jenever, oude jenever, dubbele graan jenever, jenever wokkeloon. Wat voor jenever? Jenever wokkeloon? Ja, dat is weer nieuw. Jenever wokkeloon! Doet u die dan maar? Die hebben we niet. Nou, wat heb u dan voor jenever? We hebben helemaal geen jenever. Oh ja, prettige paasdagen. Ach, rot toch op. Dat is een heel erg oud verhaal. Die liet elke dag de klokken luiden. Ja. Op zich is dat nog heel normaal. Maar door de jaren werd de Costa verslaafd aan het luiden van de klok. Ik kon er toen niet meer mee stoppen. En daar werden ze gek aan belakken. Wacht nou even. Ik geef een theekaas jullie motten ballen, ja? Even wachten, ja? Maar ach, de koster was al oud aan. Men raakte aan het geluid gewoon. Ze leerde met de klokken lieven. En zongen in dezelfde toon. Nou, kom op nou. Nou, u zou een teken geven. Ik doe toch zo? Ja, natuurlijk is dat een teken. Oh, dat weten wij niet. Bom, 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 bom. De klokken weer in zin. Oh, wat gaan ze weer tekeer. Bom, zing de klokken van het zuiden. De lieve heer, Bimbom. Maar ons klokken bleven luiden, dan duur je oren zeer, Bimbom. Dan zong het hele zuiden, kreeg de koster van het luiden, maar een keer het heen en weer, Bimbom. Maar op een dag, wat in september, toen hielden plots de klokken stil. Klokken stil. Ah, gaat lekker, ik heb hem vast. Oh, nou! Oh, wist ik niet. Sorry. Dankjewel. Aangedaan. En uit de toren van het kerkje klonk een afschuwelijke gel. Gloeiende, laat die kool op de poten vallen. Dan moet je uitkijken, ja. Dan moet hij uitkijken, ja. Ik heb er een uitkijken. Men wilde weten wat daar los was. Dat de politie over het hek. Daar vonden ze dan ouden koster. Met een kliepel in zijn nek. Nee. Ze hebben hem met eer begraven. Men zette op het graf de kliepel neer. En als het nu heel erg hard gaat waaien, dan gaat de kliepel heen en weer. Bom, 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 bom. De klok weer is leuk. Ze weer te keer. Bimbom. Zien de klokken van het zuiden. Bimbom. En van onze lieve heer. Bimbom. Ons klokken bleven leuven. Bimbom. Toen op de duur je oren zeer. Bimbom. Maar gelukkig zong het zuiden. Kan de koster niet meer leuden. Dat kan niet nimmer meer.
Goedemiddag, meneer. Ach, wat zin ik. Nieuw gezicht. Nee hoor, dat heb ik al jaren. Ben u hier al lang? Nee, ik kom naar binnen door de deur. Wat is de naam? Ik dacht de voordeur. Nee, wat is uw naam? Oh, mijn naam is Michiel. Michiel? Hey, dat is ook toevallig. Hoezo? Ik heet namelijk Jan. Het is niet waar. Ja. Ik ken een Jan, die is lang, dun, mager en die heeft een grote rode baard. Ben u dat toevallig? Ja, klopt. Maar dat zonder bril. Vanzelfsprekend. U draagt nog helemaal geen bril? Nee, maar hij wel. Er kwam vanmorgen hier een man mijn zaak binnen, die heette precies zoals u. Het is niet waar. Hoe heette die dan? Dat had hij me niet verteld. Maar hoe weet u dan dat hij het was? Omdat ik het hem gevraagd heb, hè. Wat is dit voor een ding? Oh, dat is een papegaai. Die heb iemand vergeten. Wie? Joost mag het weten. Oh, en weet hij het nou? Wat? Dat hij hem vergeten heeft. Wie? Joost. Geen idee, meneer. Zeg, meneer, heb u misschien toevallig ook nog zin in een glas rode wijn? En rode wijn? Welke kleur? Geen idee, want we hebben het op het ogenblik niet in huis. Die meneer, heeft u dan maar een kopje koffie zonder suiker? We hebben geen suiker. Oh, doet u dan maar zonder melk. Dat is voor uw kijken. Zeg, hij zegt niet veel, die pampagaai. Nee, de kompij is opgezet. Oh, wie heb hem opgezet? Joost mag het weten. Ach, waar heeft hij zin in? Waarin? Om die pampagaai op te zetten. Wie? Joost. Geen idee, meneer. Zeg. Ja? Wist u dat ik stroper was? Nee, want dat had ik u niet gevraagd, hè? Moet u voor de aardigheid eens aan mij vragen wat ik ben. Zeg, meneer. Ben u toevallig stroper? Hoe weet u dat? Zag ik direct toen u binnenkwam. U stroopt konijnen zeker? Nee, klokken. Als u kan raaien hoeveel klokken er hier in deze tas zitten, mag u ze allebei hebben. Zou ik moeten klokken, meneer? Zeg maar wat. 3? Exact. Ik wil het hebben, meneertje. Ik heb hier deze. Dat is een uniek exemplaar. Daar bestaat er maar één van op de hele wereld. Zo. Heb u misschien nog precies zo'nzelfde, hè? Jazeker. Nou, zijn ze wel precies hetzelfde, meneer? Deze wel. Nee. Wil u hem kopen? Ja, het hangt er vanaf wat me dat gaat kosten. 200 gulden. Ach, meneer, kom. Ik geef u niet meer dan 300, hoor. Ik denk toch niet dat ik voor 300 gulden zo'n prachtige klok ga weggeven. Oké, geef ik u 100 gulden, maar geen cent meer. Verkocht. Mooi, zal ik u gelijk betalen. Wil u doen? Ja hoor, eens even kijken. Heb u terug van 25 gulden? Van 25, moet ik even kijken. Jazeker. 75. Mooi, dat maakt precies 100 gulden. Nou, dan ga ik er maar weer eens vandoor. Kom u nog terug? Jazeker. Waar? Hier. Maar u bent ook toch hier? Ja, daar heb u gelijk in. Kan ik net zo goed hier wachten tot ik weer terugkom. Dat scheelt weer een hele. Dat dacht ik ook, meneer. Hij zijn nog steeds niet veel, hè? Nee, de kompij is nog steeds opgezet. Oh ja, wie had het ook alweer gedaan? Joost mag het weten. Oh ja. Zou ik even naar huis mogen telefoneren? Zeker wel. Weet u het nummer? Nee. Nou, wat dan maar. Waarom weet u dat niet? Ik heb geen telefoon. Oh, spijtig. Nou, het maakt niet uit. Waarom niet? Ik ben toch niet thuis. Nou, blijf ik. Hey, goedenavond. Goedemorgen. Wie is dat? Joost mag het weten. Oh, kom je zeker je pamperaai ophalen. Marco Bakker. Meneer Bakker, hartelijk welkom hier in de zaken. Een ogenblikje.
Wat leuk dat u er bent. Van Gulden is mijn naam. Aangenaam. Ik ben de directeur hier van het Feestpaleis. Kan ik hier ook een hapje eten? Maar natuurlijk kan u hier een hapje eten. Ik zal een mooie tafel voor u uitzoeken. Ja, beetje rustig. Ja, precies. Aangenaam. Dat hoeft u mij niet te vertellen. Wij zangers onder elkaar, wij weten dat. Dank u wel. Ja, ik probeer wel eens een weensliedje te zingen, maar natuurlijk niet met de klasse van Marco. Doet u dat een beetje stil? Maar natuurlijk, ik breng u naar de tafel. Neemt u plaats. En hier is de menukaart. Alsjeblieft, had u nog een aperitiefje gewenst? Nee hoor, dank u. Nee, zoals u wilt. Glijdt wel weer net hoor. Ha, het smaakt niet meer. Nou, ik zou zeggen, eet smakelijk. Wat is dat, hè? Wat doe je? Koe. Wie? Alle koebakken. Achter me. Alle koebakken achter me. Hé. Wacht even. Waar zit dat krengel hier? Kom daar zitten. Ja. Kan ik hem beter zien? Schuif ze een beetje op hier zo. Ja. Hoe zit je op? Nou, ik kan ze niet zien. Hoe? Trein! Heb je wel een keuze kunnen maken? Ja, graag een gemengde salade. Een gemengde salade? Ja. Omelet, champignons en een glas rode wijn. Oké, omelet, champignons en een glas rode wijn. Neemt u me alsjeblieft niet kwalijk. Ik vind het jammer dat ik geen ander tafeltje voor u heb, meneer Bakker. Maar alles was bezet. Het hindert niet. Ik zeg het maar zo. Je moet je pas zorgen gaan maken als ze je niet meer herkennen en niet meer reageren. Ah, ja, dat begrijp ik. Daar hebt u gelijk in. Sorry. Kan zo toch niet? Verschrikkelijk. Zo gauw ik een ander tafeltje voor u heb, zal ik het u laten weten, meneer Bakker. Laat u maar. Weet u, ik vraag me wel eens af hoe de mensen zouden reageren als de zaak omgedraaid werd. Ja, dat kan ik me voorstellen. Dat zouden zij bijvoorbeeld ook niet zo leuk vinden. Nee. Hè? Weet u wat? Ik ga het eens proberen. Oh, nou. Ja. Nou ja, dus die twee van die Hollywood-kinderen, zegt de ene zegt tegen de andere... Ja. Ik heb een
Ik heb een nieuwe vader. Oh. Toen zegt die andere, die zegt, oh, en bevalt hij? Nou, zegt hij, het is wel een aardige roze, zegt hij. Ja. Nou, zegt hij, dat lijkt me wel, want vorig jaar was hij een paar maanden bij ons. Dat zei ze wel, hè. Dat zei ze wel. Pff, een schut uit de mouw ook, hè. We gaan gauw verder. Ja, maar ik wou nog wat zeggen, als het mag. Ik heb een, nou, even snel dan. Want wanneer krijg ik meneer Wijdbeens op de vloer? En je wilt toch, u bent een moppeliefhebber. Ja, nou ja. Dus er komt die man, die komt bij de... Luister nou. Ja, ik luister. Die man die komt bij de kapper. Toen dus zegt die kapper, meneer, hoe wil je het geknipt hebben? Ja. Nou zegt hij, hij zegt hier een beetje kort, daar een beetje lang. Hij zegt hier een beetje vettig, daar een beetje droog. Hij zegt, en van achteren een beetje gekarteld. Toen zegt die kapper, die zegt, meneer, sorry, maar hij zegt, die modellen die maken wij niet. Hij zegt, oh nee? En 4 weken geleden dan? Ja, verzin ze maar. Verzin ze maar. Maar goed, daar kwamen we niet voor. Het gaat om, natuurlijk om de scène die u uitgekozen hebt van die André van Duin. Oh, die heb ik zo verschrikkelijk. U hebt eens één favoriete scène waar je dat is belangrijk voor thuis ook om te weten. We hebben hoog gezien wat uw favoriete André van Duin scène. Eén favoriete scène dat mijn vriend met Frans Verduschoten in een café in Frankrijk was. Wie? Frans André van Duin. Oh, de schets gaat erover. Die was in een café in Frankrijk. Oh. Nou, dan ging die Frans Verduschoten, die ging weer zo helemaal compleet uit zijn bonus. Oh ja, dat zie je ook. En je moet het zien. Je moet het zien, ja, natuurlijk. Ik moet alles vertellen. Ja, zat er nog meer? Wie deed er nog meer aan mee? Ja. Ja, wie niet? Ja. Ze deden er allemaal aan mee, natuurlijk. Het was om... Nou, om te gieren was het. Dus we gaan even kijken naar het Franse café van die André van Duin. Zo'n wijdbeen, dat geloof je toch ook niet? Kom bij je aanbellen en dan denk ik, nou, de kleedjager voor hem. Tjonge, jongen. Dat maakt het leuk. We hebben hem, we zijn eruit. Alsof die Sinterklaas... We zijn eruit. Het is klaar. Trouwens, weet je waarom Sinterklaas niet in de moskee komt? Ik heb geen idee waarom Sinterklaas niet in een café. Er staan te veel schoenen. Er staan te veel schoenen. Au moins, Père Monsieur. Un Père Noël avec de l'eau froide. C'est très important. De l'eau froide. Wat doe jij? Dit is helemaal niet goed. Wat staan jullie nou te doen? Dit heb ik nog nooit gezien. Je moet hier helemaal niet zijn. Als ik dat liedje met die hond gedaan heb, dan krijgen we toch altijd die meiden met die lange jongens. Wat is dit nou? Ja, maar wacht even. Dit hoort helemaal verkeerd neergezet, jongens. Kan terug in de wagen. Is verkeerd neergezet. Even de vorm omhoog. Even spullen bij elkaar. Stop. Je bent in de war. Nee, jij bent in de war. Luister, ik heb dit nog niet. We hebben voor de voorstelling gezegd, we zouden die nieuwe scène in Parijs doen vanavond. Nieuwe scène? Toen zeg jij, ja, leuk sfeertje. Oh, ik dacht een geintje was. Kom een nieuw schets eens. Nou, schets. Oh, perfect. Baar kan terug. De baar was al terug. Zag je het ook? Tuurlijk. Nou, Hans, iets daarvoor. Jij die kant op. Ja, oké. Moet hij zo staan? Wat doe ik ongeveer? Dat ik een beetje weet wat ik zeg, maar ik ken Schetsie niet. Leg even uit wat ik ongeveer doe. Hoe is het nou toch? Ik ken Schetsie niet, ik weet niet waar het over gaat. Want ik kom binnen, ik laat me vallen en dan, wat zeg ik zo'n beetje, dat ik het een beetje weet. Ik kleed me even gauw om, maak een leuke Parijzen. Wat is? Welke wil je hebben? Wat is het? Zijn alle twee hetzelfde. Jij doet helemaal niet mee. Dat is die scène waar jij totaal niet in voorkomt. Nee. Ik doe er altijd mee in de schetsjes. Weet ik wel, maar ik heb altijd meegedaan in de schetsjes. Waarom doe ik nou ineens niet mee in de schetsjes? Wat is er gebeurd dat ik nou ineens niet mee doe? Ik heb altijd mee. Van begin af aan zit ik in. Nou, wat is er gebeurd? Gewoon zeggen waarom ik niet mee. Nou. Waarom doe ik niet mee? Ik vind het vervelend om dat te moeten zeggen waar al die mensen bij zijn. Ga eens weg, ga je maar wat zeggen. Wat is er gebeurd? Oké. Wat? L'esprit de la douce France. Huh? Kijk, dat versta jij niet, dat heb jij niet. Dat joyeuse van Frankrijk, dat mis jij, Bree. Nee, heb jij wel. Nou, heb dat jij hoop wel. Ik, dat omdat hoop. Je toevallig Frans heet, zeker. Dat heeft er niks mee heb te maken. Heb jij wel. Dat heeft niks mee te maken. We kijken even lekker met je bloedblaar. Rustig, jongens. Iedereen in de bus. We gaan naar huis toe. Het is eerder afgelopen. Doe maar op, alles bij elkaar. Iedereen in de bus, jongens. Goed in één bus. Kom terug. Ik wist niet dat je kwaad werd. Wat is er? Even snel, de bus staat te wachten. Als jij zo kwaad mee wilt doen, dan doe je mee, kwaad. Ja. Oh ja? Tuurlijk.
Ik wist dat je erop terug zou komen. Oké, okay, jongens, we gaan door. Alles weer uitlaaien. Pinguïns nat maken. Olifanten naar buiten. We gaan door. Wat doe ik? Wat zeg ik? Nee, je zegt natuurlijk geen woord. Pinguïns afdrogen weer. Olifanten weer naar binnen. Jongens, we gaan naar huis toe. Zo snel mogelijk. Alle André, hou nou toch eens op met dat gesol met die beesten. Ik mag meedoen, ik zeg niks. Ik kan hier toch niet ter plekke teksten voor je gaan staan schrijven, hè? Je doet mee, maar geheel mimisch. Wie is mimisch? Mimisch. Ik ken er niet, wie is dat? Ik ken er niet. Nooit gehoord van pantomime. Ik ken die hele familie niet, waar komen ze vandaan? Jij speelt de gemiddelde Parijsenaar. Oh. Ja, zal ik het je helemaal uitleggen? Gemiddelde Parijsenaar, waarvan er vanavond duizenden lopen langs de avenues, de boulevards en langs de Seine. Oh. Kijk, waar staat er een? Waar zo? Daar. Daar staat zo'n Parijsenaar bij dat boekenstalletje. Daar. Boekenstalletje? Zie je het? Wat leuk. Hij staat in die oude boekjes te bladeren. Waar zie je die dan? Het Sterren van de Hagenesis. Waar zie je die dan? Waar zie je die staan? Die man staat daar niet echt. Is dat te wezen? Dat is denkbeeldig. Alsof, juist. Alsof, natuurlijk. Alsof, natuurlijk. Oké, perfect. Dus jij bent die gemiddelde Parijsenaar en yes. Je heet, laten we zeggen, Gérard. Gérard. Hij heeft ook eens wat bedacht, hoor. Hij heeft ook eens wat gedacht, hoor. Niemand heet sigaar, ik heet sigaar. Daar heb ik nou nog nooit van gehoord, iemand die sigaar heet. Ik doe het ook niet, hoor. Ik ga niet naar sigaren. Ik ga niet naar dan met een bandje op. Dat vind ik veel te benauwd. Ik ga niet naar sigaar. Verzin maar een andere naam, hoor. Sigaar. Ga lekker zelf als sigaar. Iedere avond met z'n tien in een doos. Zie wie je daar zit. Sigaar. Dat is me goed bij je hoofd. Voor je het weet is je hele familie afgebrand. Ik doe het niet, hoor. Verzin maar een andere. Hoor even, klap sigaren. Doe het echt niet. Je hebt het blijkbaar verkeerd verstaan. Jawel. Maar zeg mij dan maar hoe je dan wel. Gewoon leuke naam, Peukie of zo, maar toch niet sigaar. Ja hoor, ik loop op de Champs-Élysées. Ah, bonsoir, monsieur Peukie. Nou, dan kijk ik om. Dan ben je de enige in de hele wereld. Hoeveel denk je dat er omkijken als je sigaar roept op die zee? Ten eerste was er geen sprake van een sigaar en nog minder van een zee. Je zei zee. Absoluut niet. Discussie is gesloten. Jij heet vanaf nu, in deze scène, no. Philippe. Philippe. Nou, dan kun je beter sigaar eten. Wat is nou Philippe? Is dit een bonbonnetje wat lang in de zon gelegen heeft? Philippe. Waarom dan niet gewoon Flip? Gewoon Flip. Wie in Nederland Flip heet, heet in Parijs Philippe. We zijn toch niet in Parijs? Ik heb je toch gezegd dat het een scène was die in Parijs zich afspeelde? Even recapituleren. Je komt dus onopvallend binnen. Je gaat onopvallend hier bij de baas staan. Je bestelt onopvallend iets te drinken. Je drinkt dat op, je rekent af. Je gaat onopvallend het cafeetje weer uit. C'est tout. Oké, dat speel ik. Leuk. Oké, lekker makkelijk. Oké, dan kleed ik me om en maak ik even... Ja, je hoeft je amper te verkleden. Nee, maak even een leuke Parijzenaar dat je zegt van... zeg maar, wacht eens even. Hallo. Wat is? Ik moet je eerst even iets vragen. Nou, ik weet het, ik kom binnen. Nee, het gaat niet zo makkelijk, maar hier, dit wil ik je vragen. Wil je er alsjeblieft geen flauwekul tussendoor maken? Nee. Ja. Natuurlijk niet. Nee. Ik ken jou langer dan vandaag, hè. Waarvan? Van die flauwekul allemaal. Dat ga je gek doen en dat moet niet. Nee, tuurlijk niet. Want ik heb een grote monoloog. Ik heb een kanjer van een monoloog. Dat wist ik niet. Dat heb je me nooit verteld. Hoe lang hebben die al dan? Dat weet ik niet, zo per week of zes. Een week of zes? Daar blijf je toch niet mee rondlopen? Waar een gek, die loopt al zes weken met een monoloog. Dat is prachtig. Kunnen ze toch nog van alles aan doen? Ze zijn zo knap tegenwoordig. Mijn schoonmoeder had ook een monoloog. Die had zo'n joekel van een monoloog, zo beroerd. Die werd nageroepen op straat. Ben je grote monoloog? Die kon geen kant meer op. Dat hoeft helemaal niet. Die liep met een boodschappen netje over door de supermarkt heen. Die kon geen kant meer op. Ja, maar... Je hebt zich laten helpen, ze pakken die monoloog, smeren hem in mijn duimelzuur, weg. Je begrijpt het helemaal niet. Een monoloog is een alleenspraak. Ja, dat weet ik wel. Ja. Dat weet hij wel. Natuurlijk, alleenspraak. Een beetje in jezelf mummelen. Natuurlijk. Nee, niet mummelen. Natuurlijk. Dat doet mijn opa ook. Gaat ze voor de raam zitten. Nou, ze maanden vol. Ze hebben meegedaan aan Guinness Boek.
Ze hebben meegedaan. Eerste de beste met mummelen. Zeker weten. 3 maanden gemummeld in een container. Ze hebben daar 6 meter hoog op gehezen, boven een bouwput. Brandweerspoot pap naar binnen om erin leven te houden. Mummelde gewoon door. Pap liep langs de oren door de kousen weg. Na 2 maanden zat ze tot zover onder de pap. Je zag mijn opo niet meer. Alleen in de pap zag je nog... Nou, Guinness Boek, het is zo onsmakelijk. Hoor. En het heeft niks te maken met... Je kan het ook! Jacques Anderville die kwam hier binnen in dit eenvoudige cafeetje... en ontmoette hier een charmante Parisienne, Monique. En dat was liefde op het eerste gezicht. Ze hebben een paar maanden samen gewoond en toen ineens... waarom weet niemand, heeft zij hem verlaten. Vind ik gek met zo'n monoloog. Ze weet niks van een monoloog. Dat ruimt ze toch? Wel, nee. Er woont toch niemand meer om je heen? Luister nou waar het om gaat. En nou, 1,5 jaar lang komt die Jacques Grandeville hier in dit eenvoudige cafeetje de hoop dat zijn Monique nog eens onverwacht zal binnenkomen. En dat hij dan kan zeggen, Monique, je t'aime. Monique, je t'adore pour toujours. Heel leuk. En dat... Wat zeg je? Waarom? Wat zeg je en wat doe je? Ik ook niet even mijn jasje goed. Ik zeg heel leuk. Zo, neem mijn jasje. Maar ik sta een monoloog uit te leggen. Dan lijkt mij zoiets ontzettend af. Nou, dan zijn we gauw afgeleid, zeg. Dan zijn we gauw. Dan moet er ook afleiden dat je prukkeltje niet terecht staat. Nou. Moet er ook afleiden. Doe gewoon mijn jasje goed. Ik wens geen flauwekul over mijn Pino. Een Pino? Ja. Hoe is het met Tommy? Pino, iedere avond, hoe heet die steeg? Sesamstraat. Natuurlijk. Pino, Tommy. Pino. Hij zit altijd in de vuilnisbak. Pino, Pino. In die vuilnisbak. Ik weet niks van... Dat is hem! Dat is hem! Pino. Perfect is hem! Tommy. Nee, die vuilnisbak. Dat heeft er allemaal niks mee te maken. Tuurlijk niet. Nou, luister. Als je nou even wil luisteren, je wou zo graag meedoen aan de monoloog. Ja. Luister dan. Erg, dus die Jacques Grandeville komt nu, sinds 1,5 jaar, iedere avond in dit eenvoudige Parijse café. Met die grote wens in zijn hart dat Monique onverwacht zal binnenkomen. En dat hij het dan weer goed met haar zal kunnen maken. En daarom... Ik ken hem ook uit mijn neus. Ik haal hem overal vandaan, roept u maar. Het is wederom zeer onsmakelijk. En als jij zo graag doekjes door je oortjes haalt, doe het dan opzij van het toneel. Ik deed om jou te helpen, hoor. Ik zag mensen wegzakken in de zaal, hoor. Hij zag mensen wegzakken. Ik denk, hij inderdaad, houdt even bezig. Inderdaad, sommige mensen deden zo. Wel, nee, ze kwamen niet een buiging uit eerbied voor het verhaal. Maar luister, en nog geen flauwekul meer, geen onsmakelijkheden. Anders doe je niet mee met de monoloog, dan is het afgelopen. Jacques Grandeville, leeftijd doet er niet toe. Kwam hier, let op, kwam hier dus 1,5 jaar. Hou nou eens op met de gehangens. Nou, en luister, dus die Jacques Grandeville komt sinds 1,5 jaar hier. En waar dat cafeetje nou precies gesitueerd is, dat doet er niet toe. Dat kan zijn op Place Pigalle, dat kan zijn op Montmartre, dat doet er helemaal niet toe. Het feit is alleen, dat... het gaat... Het... Nou is afgelopen, nou neem je dat jasje mee, je gaat dan opzij en je komt op wanneer ik het je zeg. En nou, niet ik wou wel nog even voor je met het toneel. Wat is er? Nou, ik wou ja. Wel... Nou, ik heel kort. En ik... duidelijk. Ik wou... Nou. Ik wou even voor je met het toneelstukje gaan beginnen. Monoloog. Maar even zeggen, toi, toi, toi. Dat vind ik heel aardig van je, dank je wel. Chinees voor het zal wel niks worden. Frans, wij gewoon weer hetzelfde, hè?
Bonjour, Maurice. Bonjour, Jacques. Ça va? Bon, ça marche. Pour moi, un perno, s'il vous plaît. Nee, je moet toch niet opkomen. Nee, ik kom er niet op. Je staat er toch? Ja, maar ik ben er niet. Ik even, zie je duidelijk staan. Ja, nee, maar even stoppen. Even de bok reizen, even stoppen. Wat zeg je nou allemaal, stoppen en... Even stoppen, even de bok reizen. De bok reizen? Even de bok reizen, dat zeggen ze toch zo? Dat is toch oud-Hollands gezegde van... heren, even de bok reizen. Oh, even stoppen. Ja, even de bok reizen. Erg graag. Even dat heb ik nog nooit van gehoord. Even is het een oud-Hollands gezegde? Dat zeggen ze zo vaak. Dat is oud-Hollands. Even de bok reizen. Hup, nieuwe geit eronder. En daar gaan we weer. Het is oud-Hollands... Ik heb er nog nooit van gehoord, maar dat zal er mij doen. Het is een reliquie, is het? Een reliquie? Het is een reliquie. Oud-Hollands reliquie. Een reliquie is een voorwerp. Maar goed, laat maar zitten. Waar kom je nou hier voor de bok reizen? Ik kom de bok niet reizen. Ik zeg even stoppen. Ja, nou, dat is toch de... Bolle Getje komt net binnen. Die zag jou spelen. Leuk. Die zegt tegen mij, wat zegt hij? Hij kon niet volgen. Dus ik denk, ga het even zeggen, speel lekker door. Maar het is onbegrijpelijk. Oké, dan doe ik het in gebroken Frans. Perfect, oké. Ik claim om. Wat sta je nou met de handen met die schoenen? Die zei ik van, nee, dan weet ik waar, als ik opkom, waar ik mocht staan gelijk. Ik kom op en hup, stap er gelijk in. Ja, attentie. Nog nooit meegemaakt. Nog één keer voor thuis. Nee! Toch op met die flauwe kul, alsjeblieft. Bonjour, Maurice. Bonjour. Wat doe je nou? Ik maak mijn smurf voor mij. Hier. De grote buksmurf. Ik heb niet gezien. Ik zag het schoenen aan te doen. Het is een verkleedpartij van niks. Alleen hempie broekie. Ik verkleed me. Ik kom opnieuw op. Amper te verkleden. Ik kom opnieuw op. Opnieuw. Ik heb verkeerd begrepen. Blijkbaar. Sorry. Het is je natuurlijk vergeven. Sorry. Kan iedereen gebeuren. Sorry. Was ik er maar nooit aan begonnen. Grijs verreur. Maar wat ben je dan? Een Vlaamse reus. Een Vlaamse reus. Een Vlaamse reus. En je kan niet eens wippen. Monique, nu kunnen wij samen trouwen. Dat zal helaas niet gaan, Jacques. Dat zal niet gaan, waarom niet? Ik ben getrouwd. Jij bent al getrouwd met wie? Wie kon je niet wippen? Het is het maakt me kwaad. Hij zegt, ik maak me kwaad. Hij zegt, wat denk je wat die gozer flikt? Nou? Slaat zo mijn fles bier uit mijn handen. Ah, zo mijn bier uit mijn hand, dat is wel een wegwezertje. Maar goed, we zijn blij dat we even bij u langs mochten komen. U krijgt natuurlijk ook weer als dank het André van Duin pretpakket. Er zitten allerlei André van Duin artikelen in. Ik heb hier zijn bloemkool. Waar ik me al in herken, zeg. Dat dacht ik ook, hè. De sambaballen en een paard voor in de gang. En de staartketel. Een paard in de gang. Nou, bedankt, hè. Oh ja, een paard in de gang. Misschien een eertje voor u. Nou, dat was het weer voor deze keer. We gaan nog even de sticker op de deur plakken. Oh, dank je. Ja. Ik zie zo weinig. U mist heel weinig. Ja. We gaan natuurlijk weer de sticker op de deur plakken. Als bewijs dat we hier geweest zijn. Anders blijven ze aan de deur komen. Hartelijk dank voor het meedoen in ieder geval. En tot nu zeg ik weer graag tot volgende week. We gaan naar de deur. We gaan de sticker erop plakken. Even kijken waar we het beste kunnen plakken. Ik denk hier op deze hoogte is het mooi. Als de mensen binnenkomen dat ze gelijk zien. Een beetje in het midden zo. Dat we geweest zijn. Hè? Dat zal André leuk vinden hoor. Ja, dat is wel een bezit dacht ik zo. Mag ik u vriendelijk bedanken voor de medewerking. En voor thuis zeggen we weer graag samen met Liedhouwers. Tot volgende week. Het was heel gezellig. Heel gezellig. Het is zo leuk als de mensen komen. Ja, ja is zo leuk. 24 uur per dag. Het leukste en beste op tros.nl.